Er is eindelijk een oplossing om het drukke en gevaarlijke verkeersinfarct aan de Gentse Dampoort veiliger te maken. De Dampoort krijgt binnen enkele jaren een tunnel. Die moet het drukke verkeer vanaf de Kasteellaan naar de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan loodsen. De stad Gent was al langer vragende partij voor een ondertunneling van de Dampoort. En de Vlaamse regering zette afgelopen weekend het licht dan ook eindelijk op groen. De tunnel aan de Dampoort komt er, alleen weten we nog niet precies wanneer. De R40 gaat hier ondertunneld worden. Zodoende kan heel dat plein heringericht worden. Is er ook veel meer ruimte voor de kwetsbare weggebruiker, voor de fietser en de voetganger. En kortom, alle vervoersmodi komen hier samen. Het is dan ook belangrijk dat men heel snel kan schakelen van het ene vervoersmiddel naar het andere vervoersmiddel, maar dat het ook in alle veilige omstandigheden kan gebeuren. Nu, ik ben heel blij dat we afgelopen weekend groen licht gekregen hebben en dat we nu verder kunnen gaan met de werkzaamheden. En ik wil altijd de schub zo snel mogelijk in de grond steken. Dus we gaan er werk van maken dat hier snel verandering kan komen. Het verkeersinfarct aan de Dampoort is al decennia lang voer voor discussie. Al sinds de jaren 70 zorgt het mobiliteitsdossier van de Dampoort voor heel wat kopzorgen. Verschillende voorstellen om de Dampoort veiliger te maken lagen al op tafel. Maar concreet werden er geen knopen doorgehakt. Dat Vlaanderen nu geld vrijmaakt voor een tunnel onder de Dampoort, stemt het Gentse stadsbestuur erg tevreden. Burgemeester De Klerk spreekt dan ook van een historische dag voor Gent. De ondertunneling van de Dampoort is ook de keuze met de meeste maatschappelijke opbrengsten. Ik ben blij dat de Vlaamse regering daar heel hard voor kiest. Het was al altijd de voorkeurvariant van ons als stadsbestuur geweest. En het is fantastisch inderdaad om die investering tegemoet te gaan. De verkeersveiligheid, de leefbaarheid, de bereikbaarheid gaan we enorme sprongen vooruit maken. Ja, dit is echt een historisch moment. De ondertunneling van de Dampoort kan worden ingezet.